de ombudsman heeft gewonnen? Nou ja, de ombudsman heeft gewonnen. Wij hebben in ieder geval niet gewonnen, laat ik het zo zeggen. Waar het om gaat natuurlijk is dat de ombudsman een hele aparte rol speelt binnen ons, binnen onze overheid. Met als gevolg dat we de ombudsman ook niet rechtstreeks aansprakelijk konden stellen. Het vonnis is natuurlijk net binnen, dus het is nu even kijken wat we er precies mee moeten gaan doen. Maar waar het op neerkomt is dat we inderdaad niet ontvankelijk verklaard zijn in onze zaak tegen de ombudsman. Dat we wel ontvankelijk verklaard zijn in onze zaak tegen het land, die we eigenlijk moesten instellen omdat we de ombudsman niet aankonden. Omdat hij geen rechtspersoon is? Nee, het is geen rechtspersoon, het is een rechtsorgaan. En in het geval dat het om een orgaan gaat, is eigenlijk altijd het bestuursorgaan erboven is verantwoordelijk. Dus dat is in dit geval het land, het ministerie van Algemene Zaken. En ja, dat betekent dus dat we inderdaad nu het rapport moeten gaan afwachten. En op het moment dat het rapport uitkomt, zouden we dan inderdaad conclusies kunnen gaan trekken en eventueel vervolgstappen kunnen ondernemen. Want dat is eigenlijk wat de rechter nu zegt. Dus we moeten even kijken. Ik zal er even bij pakken. Ik heb het nu echt ook nog maar net in handen. Het land had namelijk aangevoerd dat het gezien de bijzondere positie van de ombudsman niet bij machte zou zijn deze te bewegen om een eventueel toewijzend vonnis na te komen. Maar die bijzondere positie gaat volgens de rechter niet zo ver dat de ombudsman dus ook een uitspraak van de rechter naast zich neer kan leggen. En in het geval van een veroordeling van het land moet dus ook de ombudsman daaraan voldoen. Dat betekent dat op het moment dat de ombudsman dadelijk aantoonbaar te ver is gegaan in haar vrijheden, laat ik het zo zeggen, want het is natuurlijk de vrijheid van de ombudsman ten opzichte van de vrijheid van de volmachtigde minister en de persoon achter de minister. En die ruimte gaan jullie nog krijgen? Nou ja, die ruimte die hebben we. Okay. Die hebben we sowieso. Dit is een kort geding. We kunnen een bodemprocedure opstarten naar aanleiding van het rapport. Dus dat, die mogelijkheden zijn er. Ik denk dat het grootste probleem in deze zaak was de positie van de ombudsman. En wij hebben dus op een gegeven moment ook aansluiting gezocht bij de rechtspraak en bij de behoorlijkheid. De overheid moet voldoen aan de behoorlijkheid. De rechter moet voldoen aan allerlei regels omtrent anonieme getuigen. Natuurlijk ook het beginsel op hoor en wederhoor wordt bij zowel de rechterlijke macht als de overheid thuis. En in dit geval hebben we dus een ombudsman die daar dus niet aan hoeft te voldoen. Die pas tijdens de zitting ook alle documenten overlegd heeft. Dus in die zin hebben we dan wel gewonnen. Die hebben we in ieder geval. Maar ook wat betreft de getuigen zegt de rechter heel duidelijk van ja, we zijn hier niet. De ombudsman is geen rechter. En derhalve kan ze ook niet aan dezelfde regels gehouden worden. Nou ja, dat vind ik persoonlijk jammer. Want ik denk dat die regels in de rechtspraak er niet voor niks zijn. Die zijn al door schade en schande gekomen. Maar in principe voor nu is het klaar. En moeten we afwachten wat nu precies in dat rapport naar voren komt. En naar aanleiding daarvan moeten we dan gaan bepalen of er inderdaad sprake is van onrechtmatig handelen tegen de gevolmachtigd minister, dan wel de persoon Marvelien Wiels. Hebben we juridisch iets geleerd of gaan we iets leren aan het einde? Ja, zeker, zeker. We hebben in ieder geval geleerd dat de ombudsman dus wel degelijk gebonden zou moeten zijn aan een gerechtelijke uitspraak. Dat vind ik een hele belangrijke beslissing van de rechter. Want het betekent dat als een ombudsman, die natuurlijk een vreselijk machtige positie inneemt binnen een democratische rechtsstaat, wel degelijk gehouden kan worden aan enige aansprakelijkheid. Ook al is dat dan via het land. Maar ze is dus wel degelijk gehouden aan de rechterlijke macht zoals we dat allemaal zijn. Nou, dat is eigenlijk een beetje wat onze wederpartij zei, dat dat niet zo was. Verder hebben we geleerd inderdaad dat de ombudsman veel vrijheden heeft en dat het misschien toch de moeite waard is om daar nog eens een keer naar te kijken. Aan welke normen en waarden, of eigenlijk de beginselen van behoorlijk bestuur, een ombudsman zich dient te houden. Daar komt het eigenlijk op neer. Want die zijn er dus nu eigenlijk, is dat heel onduidelijk. En dat betekent dat een ieder die onderworpen wordt aan het zoekend oog van de ombudsman, vogelvrij verklaard wordt. Hoe moet de kop van dit artikel luiden? Wordt vervolgd.